Wevert, leg jij het maar uit. Waarom zijn wij geen KV Mechelen podcast? Vandaag zijn we het wel, dus ik heb helemaal niks uit te leggen. Welkom bij MidMid, de voetbalpodcast van Friends of Sports en Play Sports. Welkom ook aan onze special guest, geboren vlakbij Sint-Truiden. Al meer dan 100 wedstrijden voor KV Mechelen op de teller. En al 2 keer kampioen geworden in zijn carrière, zei het wel, in tweede klasse. Welkom Rob Schoofs. Dank je wel. Rob, moet ik Lionel Schoofs zeggen? Nee, bijster Rob. Bijster Rob. Het is de bijnaam die op Wikipedia staat. Is dat zo? Ja. Onder Rob Schoofs, bijnaam Lionel Schoofs. Er zijn wel gelijkenissen, maar dat moet je toch een klein beetje overdreven. Lionel Schoofs. Ik moet wel zeggen dat dat voor mij ook iets nieuws is. En ik klikte erop en dan was het de goal tegen Kortrijk. Kortrijk, ja. Dat is van de Philippe Joos, denk ik, met zijn commentaar. Nogal lyrische commentaar. Wel een mooi doelpunt, maar om te vergelijken met... Ik denk dat hij alleen maar zo lyrisch kan zijn... Omdat het doelpunt zo is, hè? Ja, dat wel. Het was wel misschien het mooiste wat ik ooit gemaakt heb, dat wel. Misschien? Ja, nee. Allee, ik had dat jaar ook wel een mooie vrije trap gescoord tegen Standaard. Maar dat is toch iets anders, dat doelpunt. Ja, voor de mensen die goal niet kennen. Dus hij zet eerst naar Panna bij de kortrijkverdediger in de 16. En dan met buitenkant rechts, denk ik, in de verre hoek. Dat is in België... Buitenkant links. Buitenkant links, ja. Hij komt van die kant. In België toch niet vaak gezien. Dat is echt een prachtig doelpunt. Mooi. Ja, ik was wel teleurgesteld dat niet bij de doelpunten van het jaar behoorde voor de Gouden Schoen. Niet? Dat zat daar niet bij. Ik was daar ook stevig van verbaasd, eigenlijk. Was ik wel lichtjes teleurgesteld over. Ja. Dat waren 2 goals van Club Brugge, dus ik denk dat de fanstemming daar iets mee te maken heeft. Dat zou goed kunnen. Ja. Zou kunnen. Rob, kende je de KV Mechelen podcast met Mittal? Nee, met België wel, maar KV Mechelen. We krijgen heel vaak het verwijt, en dat is omdat Evert hier zit natuurlijk, dat het altijd over KV Mechelen gaat. Mooie klop ook, hè. Veel over te vertellen nog. Dus, Kijk, hij is voor Anderlecht, dus het gaat volgens mij veel meer over Anderlecht dan over Mechelen. Nee? Enfin, we gaan beginnen bij het begin. Amandina VC. Ja, klopt. Mooie... begin. Het clubje op het einde van de straat, bij wijze van spreken. Ja, inderdaad. Een boerendorpje. Dus kort bij Sint-Truiden. Dus mijn 6e aangesloten daar. En vandaar 3 of 4 jaar gespeeld bij de Duiveltjes en de Premium. En dan naar Sint-Truiden vertrokken. Ja. Was dat dan de grote kinderdroom? Sint-Truiden? Ja, toch wel. Mijn opa die ging daar altijd kijken. Die had een abonnement al vele jaren. Nu niet meer, maar... heel, heel vaak. En dan ging ik vaak als klein manneke met hem mee naar daar. Toen was het nog met de platen waar ik kon kloppen op de platen. Niet met kunstgras en oude tribunes. Dat had iets speciaals op zaterdagavond altijd. Dat was met de afdakje waar dat spelers zo langs de cornervlag... Ja, in de cornervlag kwamen ze buiten zo langs de bezoekende sporters daar. Maar, ik heb dat dak ooit... stuk gemaakt. Ik moest daar kabels slepen en ik was daar doorgezakt tegen Brugge. Ja, het zal niet en dan zo... regende het en dan stond ik denk dat het vermand was of zo. Dus dat is naast die plas. Ja, daar kon je echt door de tunnel zo nog dingen... de spelers aanraken door de tunnel met zaakje, je handen daar doorsteken. Ja, dat ging. Dus dat was nog de goede oude tijd op staaien echt. Wat? Dat is wel de jonge... de fans die nu zijn ingestroomd in de eerste klasse in België, die kennen dat niet meer. Maar staaien is eigenlijk helemaal veranderd. En ja, dat oude staaien, dat was heel sfeervol. Hè? Dat was een van de beste stadions in België qua sfeer. Ook een heel hard veld, alleen een pittig veld om op te spelen. Ja, veel... in de winter was het niet echt om mooi voetbal te spelen. Het was ook zo in een bol. Zo. Het liep zo... als je aan de kant van de dugout stond, kon je niet zien aan de overkant de voeten van de spelers. Want dat liep echt zo helemaal onder haar. Maar wel een sfeervol en een club met toch een mooie traditie en geschiedenis. Ja. Echt wel een mooie... Zijn er nog spelers van de jeugdopleiding daar die wij zouden kennen? Het grootste voorbeeld is Mignola natuurlijk. Voor de rest... Zat je bij Mignola in de ploeg? Nee, ik ben net bij de A-kern gekomen toen dat hij is vertrokken naar Engeland. Oké. Okay. Van de jeugd zelf. Nu Casper de Norm, die heeft ook wel bij Genkje in de jeugd gezeten. Zijn er niet meer zo heel veel spelers. Van uw generatie ben jij de enige prof geworden? Van mijn generatie wel. Ik heb er enkele, gelijk Kouwenberg bij Liersen nu. En enkele anderen, maar
in eerste klas niet direct, nee. Je hebt, las ik ook weer op Wikipedia, niet lang bij de belofte gezeten. Nee, dat klopt. Na een week of twee, drie ja, mocht je meteen door naar de A-kern. Ja, ja, dat is waar. In de zomer, van toen was ik 16, moest ik normaal eerst bij de belofte beginnen te trainen. En dan na één of twee weken, ik weet niet, was er in de A-kern een keer blessure gevallen of zo. En moest ik ineens direct gaan meetrainen bij de A-kern. Dus dat was natuurlijk geweldig voor mij, maar het was ook wel een grote stap, omdat ik niet zo het postuur heb van, en zeker zoveel jaar geleden niet, om al direct bij de grote jongens toen te kunnen meedoen. Dus natuurlijk was dat geweldig voor mij en ook voor mijn familie en zo. En uiteindelijk ben ik er niet meer weggegaan, dan heb ik altijd mogen blijven. En, wie was toen de trainer? Guido Brepels. Brepels, ja. Dus dat was met Dennis Odoi. Ja, Dennis Odoi, Niels Schouter. Dat was wel een ploeg die ook... Ja, dat was ook wel heel echt een fijne ploeg. Zo'n beetje veel Belgen, allemaal Belgen. Peter de Lorsch, Wim Mennes. Mix van jong en oud toen. Vraar, ja, veel jong en oud. CDB, dus zowel echt een goede mix, een fijne ploeg ook. En, met Brepels, ja, ook wel echt een coach die past bij STVV. Hè. Die inderdaad. Toen wel een paar straffe resultaten ook hebben neergezet. Play-off 1 onder andere, dus ook kampioen geworden in tweede klasse. En dan direct play-off 1 gehaald. En daar herinner ik me nog als jeugdspeler langs de zijlijn overwinning tegen Anderlecht. En ook lang op de eerste plaats gestaan in dat seizoen. Dat was nog met Mignolet en de goal, die toen ook al niet slecht was. Maar was je dan dezelfde type speler toen als nu, op je 16? Want als je zegt, ja, je wordt niet de sterkste speler qua fysiek en bouw, maar nu sta je wel centraal op middenveld. Dus was je dan meer een buitenspeler? Nee, toen was ik ook altijd wel een centrale. Altijd eigenlijk centraal gespeeld. Maar toen speelde ik iets meer hoger, vaak op de 10, dat ik niet... Om het duel wat weg te gaan. Ja, ik denk het wel. maar dat was wel een grote stap toen, omdat ik toch wel... een beetje laat rijp was, zoals ze toen zeiden. Dus, laat rijp, maar tegelijk puur op basis van je voetbal wel op je 16 al in de A-keren opgenomen. Ja, dat was toen... dat was heel vroeg eigenlijk. Hè. Dat was heel vroeg. En ik heb daarna het jaar ook... Ik vind dat toch precies moeilijker bij een ploeg als Sint-Truiden dan bij een topploeg. Ja, waar dat je... Want daar gaan ze altijd voor de zekerheid en ervaring die je erin houdt. En... Maar goed, ik mocht altijd meetrainen, maar het is niet zo dat ik al veel wedstrijden op mijn 16 heb. Ik wel mijn debuut gemaakt op het einde van mijn 16, een play-off 2. De laatste match van seizoen gewoon. De laatste match van het reguliere seizoen. Ja, reguliere seizoen tegen een week voor je verjaardag of zo. Ja, klopt. Speelden we play-off 2 en daartussen was dan een vrij weekend. En dan gingen we op stage naar Egypte. Was dat ik dacht ergens nog in Limburg. Nee. Ik dacht dat gingen we naar de Versus of zo, maar het is iets helemaal anders. Nee, dat was wel echt... dat was een mooie herinnering. Er was een hoofdsponsor van ons, Three Corners, denk ik. En die hadden hotels in Egypte. En mochten wij daar op stage gaan. En ik moest eigenlijk naar school gaan. Maar natuurlijk, ik was al een heel jaar aan het trainen. Wou ik natuurlijk graag meegaan. Maar het was wanneer maart of zo, een week voor mijn verjaardag. Dus het was kort bij de examens. Maar ik wou natuurlijk graag meegaan naar die stage, naar Egypte. Ook al was dat eigenlijk meer vakantie, omdat de ploeg gered was dan echt een stage, hè. Was dat dan studieboeken meenemen? Meenemen, maar weinig open gedaan. Dus, maar ja, was dat vijfde, zesde middelbaar, zoiets? Vijfde middelbaar. Goh. Dus ik moest nog één jaar nadoen. Dus, hoe heerlijk is dat je in het vijfde middelbaar zit en tegen je leerkrachten zegt, ciao, ik ben een week naar Egypte met ja, dat was toen zo eigenlijk. Want die zagen dat niet zo graag gebeuren natuurlijk. Hè. Naar Egypte gaan voor een weekje te feesten. Te trainen. Maar... ja, uiteindelijk. Maar had je toch toen kunnen regelen een profcontract? Ik denk wel dat ik op mijn 16e mijn eerste contract heb getekend. Ja, dat is ook zoiets, dan verdient je ook gewoon al meer geld dan je leerkrachten. Ja, gemiddeld genomen. Verdient je dan. Ik weet het niet. Nee? Ik denk het wel zo. Jawel. Ja, het zou vreemd geweest zijn, want Rob was dan op dat moment een van de grootste talenten van Sint-Truiden, waarvan ze wisten, als we die kunnen lanceren, kunnen we daar wel iets op gaan verdienen in de toekomst. Wat ook gebeurd is. Als jeugdspeler en iemand van de streek, is dat dan ook wel een voordeel dat je toch graag... dat hebben ze graag als er jeugdspelers en van de streek kunnen doorbreken natuurlijk. Hè. Dat is een uithangbord. Voor de club een... dat is het hoogste goed hè, voor een club als Sint-Truiden, dat iemand uit je eigen regio heel de jeugd doet en dan ook nog eens in de eerste ploeg debuteert. Daar dromen alle clubs van. Hè.
Wist je al dat je ging debuteren in de week ervoor? Nee, het was het moment zelf eigenlijk. Dus, al een paar keer op de bank gezeten? Ja, al wel op de bank gezeten, zo, maar nog nooit. Omdat het ook wel echt spannend seizoen was. Was wel tegen de degradatie ook. Dus dan wist ik ook wel dat het, de trainer op dat moment veel kiest voor ervaringen voor spelers die al gespeeld hadden en zo. Dus, maar ik was heel blij natuurlijk dat ik dat mocht invallen tegen Lokeren. En dan was er ook wel een grappig moment in die match dat ik een duel aanging met Mokulu. Toch wel een stevige beren was en ik wou erachter lopen en hij duwt mij zo met één hand aan de kant en ik vloog 2 meter verder. Maar dat was wel grappig. En na die match werd direct het veld opgebroken, omdat daar daarna het kunstgras kwam. Dus, dus de laatste match? De laatste match op echt gras op staaien was mijn debuutmatch daar. Wow, jong. Ja. Amai. Dat is Mr. Sint-Truiden dan. Ja, dat is echt een kantelmoment in de geschiedenis van STVV. Ik heb een kijkersvraag gekregen van Stijn Del Dimme. Vind je het spijtig wat de nieuwe eigenaars met Sint-Truiden gedaan hebben? Of aan het doen zijn? Ja, ik vind het wel een beetje spijtig hoe dat het gelopen is. Zoals we juist zeggen, Sint-Truiden dat toch vroeger echt bekend stond als een echte volksclub, een traditieclub. Waar toch altijd veel volk was ook, waar tegenstanders met schrik kwamen spelen altijd die platen en dat roepen en zo. Want je stond er echt vlak bij de spelers op het veld ook. Hè. Ja. En dat is wel toch wel wat veranderd. Dus dat is jammer nu. Dat is niet alleen aan deze eigenaar. Dat is al even bezig van bij het kunstgras eigenlijk van toen. Eigenlijk dat het een beetje veranderd is. Hè. Die cultuur en nu natuurlijk bij de Japanners. Die denk ik wel goede bedoelingen hebben. Echt, die de club wel willen laten groeien. Maar dat is op een andere manier als vroeger dat wij gewoon waren toen. Hè. Je zit er wel echt nog precies bij betrokken. Bij betrokken. Allee, het echt, maar, ja, ik volg het. Tuurlijk volg ik het. Mijn familie woont daar en die houden mij ook wel op de hoogte altijd. Dus, maar tuurlijk, ik heb er altijd gespeeld en lang geweest. Dus dat is logisch dat je daar toch nog naar kijkt en bij betrokken blijft een beetje. Het is wel, heel even over Sint-Truiden nu in te gaan. Het is wel opvallend dat zo'n clubs die dan worden overgenomen door een buitenlands eigenaar, in dit geval de Japanners, dat die toch altijd dezelfde beginnersfouten maken, vind ik dan. Ze stellen een Japanse CEO aan, / sportief directeur die de transfers doet, maar vooral ook de coachingstaf. En ze pakken nu dit jaar, zijn ze begonnen met Musket. Ja, dat zal wel een hele goede, sympathieke mens zijn, maar die kent het Belgische voetbal niet. En wat blijkt dan na een paar maanden? Oeps, verkeerde keuze. Ze grijpen terug naar ja, een meer conservatieve Belgische coach die Limburg kent, die de voetbalcompetitie kent, Peter Maas. En plots draait het weer wel. Zo moeilijk is het in België toch niet, denk ik. Maar is het dan niet logisch dat je dat... Stel je voor dat we je een ploeg geven in Frankrijk. Ga je niet ook mensen die je hier kent vanuit België pakken? Oh, dan ga ik toch geen, ik weet het niet. Ik ga toch geen Belgische coach meenemen ja, naar de Franse competitie? Ga je een coach nemen als je nog... Maar die mensen komen wel altijd, en niet alleen bij Sint-Truiden, ook bij andere clubs, En dan zeggen ze wel direct in het begin van ja, maar wij willen niet aan de eigenheid van de club komen. Hè. Dat gaan we laten en we gaan enkel en vanaf een beetje... nu sushi eten, geen peren meer. Nee, maar natuurlijk, andere bazen, andere wetten. Zeker, hey, dus, het is daar toch elke dag Limburgse vlaai bij Sint-Truiden? Dat was enkel als we bonnen tegen Genk dat het smurfenvlaai was. Nick vraagt zich af, sluit de Iniesta van Herk de Stad, ik weet niet wie jij bedoelt, zijn carrière af bij Sint-Truiden? Als dat zich voordoet? Misschien wel, ja. Dat zou... Dat is een vraag in de verre dat toekomst. Dat krijg je maar... met de actieve voetballers. Hè? Maar, ja, ik snap dat je dat... Dat, je, dat ook, ja. Je kunt niet in de toekomst kijken, nee, maar Steven, is moeilijk. Steven de Voer doet het nu bij Mechelen bijvoorbeeld. Ja, dat is mooi. Dat is, en ja, als dat mogelijk is, dan zou ik dat ook wel mooi vinden. Ja. Ja, na het eerste seizoen waar je volledig speelt, zakken jullie wel naar tweede klasse? Ja, maar toen heb ik ook niet alles volledig gespeeld. Het lag niet aan hem. Ja, dat wil je mij eigenlijk zeggen. Nee, maar toen heb ik niet zo heel veel als basisspeler. Niet, nee. Nee, dat was het jaar nadat ik mijn debuut had gemaakt. Dan ben ik ook een heel tijdje geblesseerd geweest door een dus op training. Zeggen, het lag niet aan mij. Ja, dat wil ik eigenlijk bij deze wel echt duidelijk maken. Ja, uw doorbraak komt in tweede klasse. Ja, mijn doorbraak is eigenlijk in tweede klasse. En eigenlijk ook pas na een aantal matchen. Eerst was het met Guido Brepels nog, denk ik. En dan...
hadden we wel enkele spelers nog, oudere spelers zoals Dufair, met een grote carrière en al. Maar dan was het ook een beetje geldproblemen. En dan hebben ze op een gegeven moment gezegd van ja, we gaan een beetje moeten... Spelers die veel verdienen, die willen we wat minder. We willen meer jeugd de kans geven. En zo zijn er toch wel wat jonge gasten hebben de kans gekregen dan. En sindsdien heb ik altijd meer en meer gespeeld. Was dat direct met Yannick Ferreira? Nee, dat was eerst eigenlijk met Guido Brepels. En toen daarna is Yannick Ferreira gekomen. En dan ben ik pas echt helemaal doorgebroken. En heeft hij mij later ook kapitein gemaakt. En, maar dus dat is niet... Omdat je dan, omdat er minder kwaliteit in de ploeg zat, dat je in de basis kwam. Het was niet dat tweede klasse gemakkelijker voetballen was voor u toen. Dat was niet echt, meer vertrouwen. Dat was niet echt gemakkelijker. Allee. Ik herinner me daar heel weinig van. Gevechtsvoetbal. Dat was echt nog tweede klasse. Zoals... Echt iets voor Lionel. Ja, echt iets voor mij toen. Nee, maar dat was nog de hele grote. Nee, maar grote, toen hadden we natuurlijk wel thuis op kunstgras liggen. Wat voor ons wel een heel verschil maakte. Ja, ja. Dat was wel elke om de twee weken speelden wij wel echt op een kunstgras. Wat nu ook nog altijd alleen voordeel is voor de technischere spelers die het duel een beetje uit de weg willen gaan. Een voordeel voor de ploeg die er om de twee weken op moet spelen. Ook al zo, sowieso, ja, sowieso. Zeker en vast. Het is ook bij Sint-Truiden, je komt uit eerste klasse waar je altijd een mindere ploeg was en waar je eigenlijk moest knokken voor een punt. Ga je in tweede klasse, wordt Sint-Truiden plots wel een topploeg waarvan ze verwachten dat ze dominant voetbal spelen. Ja, dat is ook zo. Dat is een groot verschil. Hè? En zeker in dat eerste jaar tweede klas, toen waren er ook nog wel heel wat spelers van het jaar voordat we gezakt waren. En dat liep in het begin niet zo goed. En dan uiteindelijk, daarna hebben ze meer de kaart van de jeugd getrokken. En toen hebben we wel... Alleen zijn we beter begint te spelen en is alles een beetje op zijn... plaatsgevallen. Heeft Sint-Truiden, dat is misschien iets anders, maar hebben die eigenlijk ooit geprobeerd u al terug te halen? Ik vermoed dat als Mechelen toen zakte. Ja, als Mechelen zakte en ook hem. Wel wanneer ik bij Gent wou vertrekken. Toen heb ik ook wel bij Sint-Truiden opnieuw wat gesprekken gehad. Allee, was er wel interesse van hun om mij terug te halen, maar daar heb ik wel even over getwijfeld, maar ik vond dat op dat moment... te vroeg en niet goed om direct terug te keren. Dus ik wou eerst tonen ergens anders van... ik kan het toch wel ergens anders en niet enkel in Sint-Truiden. niet enkel op kunstgras. Ja. Dan wou ik echt ergens anders. En met Mechelen was toen eigenlijk de keuze snel gemaakt en was eigenlijk een makkelijke keuze. Ja. En dan, wanneer we gezakt zijn, was ook wel een beetje interesse. Maar ja, dat was... nooit concreet, omdat voor ons bij Mechelen toen alles is goed gekomen. Dus, ja, na het eerste halfjaar in eerste klasse stonden ze allemaal in de rij. Ik heb een fragmentje gezien van TV Limburg, denk ik. En ik denk dat die echt alle clubs opstonden die achter u aan zaten. Dat was echt straf. Maar blijkbaar was dat niet. Club Brugge? Jawel, dat Genk, was wel. Genk, Gent, ja. Anderlecht niet? Nee, Anderlecht denk ik niet. Nee. Een standaard, omdat... Ferreira toen van ons, één maand voor de winterstop naar daar is gegaan, werd dat ook genoemd. Maar dat was niet concreet? Niet echt concreet. Denk ik. En met Club Brugge en Genk zijn er dan gesprekken geweest? Daar zijn toen wel gesprekken geweest. Maar ja, ik weet ook niet op bestuursniveau, maar voor mij... Gent was toen ook de grootste club in België. Hè? Kampioen. Ja. Allee, grootste een club keer is kampioen geworden. Ja. De beste club op dat moment. Die waren kampioen en ook geweldig in de Champions League op dat moment. Ja, dat dus echt... dan kijk je daar natuurlijk geweldig naar en dan zie je dat voetbal was geweldig toen. En wat dat zij allemaal deden was geweldig. Stadion. Nieuw stadion ook vooral. Alles was eigenlijk... klaar om door te... Nog altijd ook Hein van Azenbroek, waarvan ik toch ook denk dat Rob in dat spel moet passen. Dus ik snap wel dat er een match was tussen die twee. Was het het Hein-effect dat u voor Gent heeft toen kiezen? Nee, niemand. Ik heb met Hein toen maar één gesprek gehad de dag dat ik ging tekenen. Maar het was meer... Maar hij stond er toch achter dat je kwam?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, want ja, dat weet achteraf, je niet. Ja, dat, allee, gezien zou je nog zelfs kunnen denken van niet. Ja, ik heb met hem gesproken en toen was hij heel lovend. En toen wou hij echt wel graag dat ik naar daar ging. Dus, ik zie nu ook wel een goede middenvelder in het systeem. Hè? Ah ja, het is dat ik zeg. Een loper die je goed kan voetballen. Maar dat, goed, past. Dat is natuurlijk nu 5-6 jaar geleden al. Toen was ik 21 denk ik, om dan al mijn ploeg direct die Champions League overwinterde toen. Ja, ja, ja. Juist. Kums de gouden schoen te moeten opvolgen, dat was misschien iets te... Het is achteraf gezien te snel. Natuurlijk, op dat moment gaat je daarvoor en denk je, ja, mooie uitdaging, hè? Een goede ploeg, Champions League kampioen. Op dat moment was ook, stonden ze eerste nog in de competitie en ook in de halve finale van de beker. Dus dacht ik van, ja, die gaan hier alle prijzen pakken dit jaar. En natuurlijk wist ik ook op dat moment van, ja, dit seizoen ga ik achter Kums en Neto wat rustig kunnen leren van hun inwerpen. Waarom ga je al in januari? Ja, ik wou ook wel in Sint-Truiden, zoals ik al zei, was Ferreira vertrokken in november of zo. Was ook Ed Nielsen en Dompé vertrokken in januari voor Just. Mij, naar Standaard allemaal. Mm-hmm. En ja... Want dan wou je niet mee... Ja, het was op dat moment komen dan andere ploegen en maar ik snap dat je al tekent, maar ik zou denken in, zoals gezegd, een ploeg die er echt al staat, waar je van weet, Kums en zo. Ja, ja. Ja, oké, maar in de ploeg waar misschien de half jaar gebruiken om dan... De ploeg waar je zit wordt een beetje leeggekocht. Hè? Die kiezen eigenlijk voor hun geld en die zeggen, oké, ja, we cashen. Moet jij daar dan alleen achterblijven en proberen dat recht te houden, terwijl dat je weet dat zo'n seizoen dan heel moeilijk eindigt? En Gent wou toen ook al graag dat ik al daar was om aan dat systeem van Hazebroek te wennen en klaar te zijn voor het jaar erop. Hè, om, dus dan denk ik van ja, dat... Ik vond dat een hele goede transfer van Gent. Allee, dat klopte zo wel. Ik weet ook dat Gent daar heel zwaar voor heeft doorgedrukt. Hè. Voor hun was dat ook wel een prijzige transfer. Ja, dat is ook waarom dat ik ook wel... Omdat zij en makelaar zei ook van Gent, die wil echt dat hij komt. Hoeveel miljoen was het toen? 2,4 of zo? Zoveel was het niet, denk ik. Hè. Nee, het was minder, maar... Makelaarskosten bijtellen, hè. Ja. Dat wordt binnenkort via die leaks, wordt dat weet ik pas echt. We wachten nog 2 weken en we weten dat. Toen ben ik gekomen ook in de winter en stonden we... Allee, zag het er echt allemaal goed uit. En uiteindelijk is toen de weken erna het allemaal een beetje geminderd. En hebben we uiteindelijk niet kampioen geworden, niet de beker gewonnen. En is het zo... Niet de Champions League gewonnen. Niet de Champions League gewonnen, eruit tegen Wolfsburg. En toen het seizoen erop is het ook niet meer. Daar is het een beetje begonnen. Hè? Dat wak waar Gent ingezakt is de laatste jaren. Het niveau wat ze hadden bereikt was heel hoog. Voor een Belgische club, overwintering in de Champions League. Dat was nog niet gebeurd, denk ik, toen. Hè? Anderlecht. Maar... Een ander legt, lang geleden. In een vorig leven. Ja, sorry jongens, dat moet ik toch corrigeren. Ja, je mag claimen. Maar het was ook denk ik vooral de perceptie. En Van Hazebroek is natuurlijk niet de grijze muis of zo. En dan dat stadion. Hè. Daar jezelf over stijgen, dat begint dan te voelen. Die dat was nieuw moet ook, dat doen. Voilà. Ja, dat was ook nieuw. En dat was dus een heel andere vibe in het begin. Die dan in hun stadion ook is. Dat wist je, die komen terug. Die gaan terugvallen als die in de Gelamco spelen. Ja, je wilt doorpakken, hè. Maar voel je dat toen alles om een echt de topclub te worden. Hè? Maar die druk... Ja, we kennen allemaal de figuren Louagie, De Witte. Die is wel helemaal anders dan bij Sint-Truiden, neem ik aan. Als je daar 3 weken op rij verliest, dan staan ze daar toch. Ja, natuurlijk, man. De verwachtingen waren op dat moment zo hoog. Daar werd verwacht in dat jaar dat ik ging, dat we kampioen gingen worden. En ook liefst ook de beker zouden winnen, hè. Want we stonden in de halve finale en je ging verder in de Champions League. Dan kijkt iedereen van... Maar dan is het moment gekomen dat we op Brugge... Mogen we dan ook zeggen dat ook door u is? Weet je wel, ja. Ik heb een vraag zijn er wel wat veranderd. Van Laurent Dupont, nu is niet Dupatre. Misschien schuilnaam. Ja, misschien wel. Vanaf welk moment dacht je daar... Dit komt niet meer goed bij Gent. Dat was eigenlijk het moment begin september, het jaar erna, dat ik niet op de Europese lijst werd gezet door Heijn toen. Dus het eerste half jaar, ik speelde niet veel. Dat was voorzien allemaal. En dan kwam ik in de zomer van het volgende seizoen. En Kums was vertrokken en er waren wel wat andere spelers gehaald toen. En dan vlak na die transferperiode, was het dan begin september,
de Europese lijst, hè, waar toch wel wat volk op mag staan. 25 en dan wat jeugdspelers of, ja, of zoiets. Ja. Dat en, is hard, dat is een klap. Ja, want op dat moment was ik in Barcelona bij mijn vriendin, hadden we een vrije weekend. En ineens een journalist die mij stuurde van oei, je bent niet bij de Europese lijst. En dat was wel hard toen, ja. Toen had ik dus wel echt iets van, dat kon niet krijg je niet persoonlijk te horen? Nee, dus dat vond ik ook wel een beetje jammer. En journalist die ineens zei, ja, je staat niet op de Europese lijst. Ik dacht, dat is raar, want ik zat toch 25, toen wel echt in de kern. Maar toen waren er enkele nieuwe spelers ook die nieuw gehaald waren. En die zomerperiode die daarop stonden, die uiteindelijk minder hebben gespeeld voor Gent als mij. Ja. Maar goed, ja. En dat moment was wel echt was pijnlijk eigenlijk. En toen wist ik van... Maar je maakt dat seizoen wel nog af bij Gent. Ja, want toen erna heb ik wel mogen spelen een paar keer. Heb ik ook nog gescoord tegen Sint-Truiden, de winning goal. Die vrijschop. Ja, dat was maar één week daarna. Direct de week erna mocht hij dan toch nog spelen. Zo. Allee, mocht hij dan toch spelen. En dan scoorde ik... Buiten nu 25 een soort van motivatietechniek, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ja. Maar hij moet dat toch uitleggen aan u? Ja, want toen hebben we daar niet echt... Het is niet dat hij dan bij de eerstvolgende trein, kijk Rob, ik heb daarom en daarom die op de Europese lijst gezet. En... Nee. Achteraf heb ik daar ook wel spijt van dat ik niet sneller naar hem ben gegaan en meer... Wacht je dan onder de indruk? Hem. Ja, wel een beetje, want je komt van Struiden en je bent jong en hij is wel een imposant figuur. Maar pas toen ik vertrokken ben ik echt met hem gaan praten en heb ik gezegd van waarom eigenlijk? En kon er niet een beetje meer uitleg zijn op bepaalde momenten? Want ik denk dat ik altijd mijn best heb gedaan, nooit negatief of zo ben geweest. En toen heeft hij wel gezegd van toen heeft hij wel toegegeven dat hij meer had kunnen communiceren vooral en beter kunnen communiceren met mij. Ik denk dat hij ook met frustraties zat van... Het werkt misschien niet top, niet meer. Dat je dan heel veel begint te wisselen. Maar daar is een jonge gast rapper het slachtoffer van, denk ik. Want ja, je kan nooit eens teammatje blijven staan. Het is ook logisch natuurlijk dat een trainer teruggrijpt meer naar de jongens die u de successen hebben bezorgd al. Hè? Dat hebben we nu ook in Mechelen al vaak gehaald. Dat is ook logisch. Maar natuurlijk, als je nieuwe spelers... dan moet je die soms, denk ik, ook wel eens de kans geven om een paar... keer te laten staan, want dan die week na de Europese lijst speelde ik tegen Sint-Truiden. Nee, eerst in de beker tegen Liersen op woensdag scoorde ik en gingen we door. Dan tegen Sint-Truiden in het weekend maakte ik de winning goal in de extra tijd. Dan de week erop was het Europese match waar niet, ik dan niet, altijd niet mocht meegaan, maar wel mocht meetrainen, maar op ging je mee, nee, toch? Jawel, iedereen moest mee altijd. Ja. Wat? Oh, ja. Maar goed, dat vond ik nog wel... Uiteindelijk hebben we dan toch ook op Wembley kunnen staan. Ja. En op, anders val je. Ja, maar nee, alle drie. Sam. Ja, op het veld kunnen staan heb ik ook. Nog op het veld kunnen lopen. Ja, maar ik snap wel dat je als coach denkt dat dat de beste oplossing is, omdat je anders wel spelers hebt die volledig buiten die ploeg vallen. Ja, daar heb je zelf voor gezorgd. Ja, ik zou altijd zeggen, meneer Heijn, schijt omhoog. Ja. Ik ga niet mee, man. Je hebt me eruit gelaten. Ja, ik bekijk de match, beloofd. Ik bekijk hem op tv, maar ik ben wel niet mee. Ja, Sam, maar dan kom je er nooit meer in als je dat doet. Ja, dat is... Ik wil dat kan zeggen. We gaan eigenlijk een keer uitnodigen als jij daar schijt omhoog tegen zegt. Maar dus toen was het die donderdag Europese match, nadat ik in het weekend wel de winning goal had gemaakt. En dan speelden we op Brugge zondag, mocht ik terug in de basis staan. Maar daar stonden we dan 1-0 achter. En dan werd ik gewisseld na 60 minuten of zo. En dan ben ik terug op de bank. En dan een paar weken later nog eens even mogen spelen. Zo, dus dat ging dan... eigenlijk waren we daar wel in de flow aan het komen. Dus het hangt wel van kleine dingen af. Hè? Want hij had dan eigenlijk zijn fout toegegeven door te zeggen, ja, ga niet mee naar Europa, maar tegen Brugge in de basis. En Brugge is wel een topmatje. Dan zet je niet je bankzitters, hè. Dus ja. Ja, dat was... Dan had hij toch ergens... ja, nee, dan had hij toch ergens het gevoel daarop het wel kon, hè. Anders zet hij hem niet. Maar bon, ja. Nee, het is zo gegaan. En ik als KV-fan ben heel blij dat hij uiteindelijk begint wou vertrekken. Een half uur zijn we ver. Ja, en we hebben nog geen ene keer. We zitten aan de KV. Maar echt nog geen ene keer, hè. Ik
heb echt mijn best gedaan om te zwijgen. Hè? We gaan nog even wachten. Waren nog andere ploegen ook geïnteresseerd? Sint-Truiden en Zolte-Waregem toen. Ja. Zolte-Waregem. Oké, okay. Had ik ook wel een goede match gevonden. Ja, zeker weten. Maar, ja. Sorry, zeg maar. Puur sportief. Allee, ik had het gevoel, puur sportief was dat inderdaad wel een goede match geweest. Maar ik had meer met club KV Mechelen, met geschiedenis en ja, het stadion, de sport. Allee, Sam, dat is te vroeg. Een nieuw wat? Ah, daar zitten we nog niet in de tijd. Nee, niet herhalen. Niet herhalen. Nieuwe keuken. Nee, maar dat was ook het jaar met wat jij zei, dat toch wel een goed middenveld was. Ja, maar KV Mechelen kwam uit een periode dat ze echt meededen. Hè. Ze waren, denk ik, 2 keer 7e geworden. Iemand als Goofs gaan halen was voor KV Mechelen zeggen van jongens, wij willen echt wel 1 miljoen euro. Van 7 naar plaats 6 gaan. Ja, dat was echt de bedoeling op dat moment. Ja. Dat was niet wat er uiteindelijk gebeurd is. Hè. KV wilde gaan meedoen voor play-off 1. Hè. Dat zeiden ze ook in de gesprekken toen? Dat was de ambitie, ja, om dan de stap naar play-off 1 te zetten. En met middenveld. Ferreira was toen natuurlijk ook trainer die ik had gehad. En natuurlijk zorgde dat direct voor een goed gevoel. En ik had daar een goede band mee. Een beetje een rode draad, precies. Ferreira? Ja? In het begin van mijn carrière, zeker. Hè. Maar Ferreira was toen... Het voetbal gaat zo snel dat wij dat soms vergeten. Maar was toen wel een soort van godenkind in de trainerschilde. Nog altijd jong, fris voetbal. Een paar prestaties neergezet. We vergeten dat. Dat is 3 jaar geleden of zo. Ja, dat is echt... 4 jaar geleden. Dat gaat snel. Ja, dat is niet zo lang. Nee, dat is echt niet lang geleden. Je spreekt niet over 10 jaar geleden. Nee. Dat gaat rap, hè. Maar zo komen echt veel jonge trainers nu. Die... Rits stond er al. Hè. Kozemans in doel. Croiset gingen we halen voor toch ook wel wat centen. Dan het socialiet van achter. Allee, daar, Pedersen kwam er ook nog bij. Pedersen kwam ook terug. Maar 1 miljoen euro, we hebben het daar net ook over gehad. Zot wel voor KV Mechelen. Ja, op dat moment. En nog altijd? Nog altijd de duurste, denk ik. Dat weet ik niet. Ja, we weten de prijs van Engval bijvoorbeeld en zo, daar weten we eigenlijk weinig van. Dus wat dat we weten, is hij nog altijd de duurste inkomende transfer. Wat een mooie etiket, hè? Ja, maar er werd wel veel drama over gemaakt. Allee, drama om niet te zeggen, van het werd wel op uw kop geplakt. Ja, mooi etiket, maar dat is natuurlijk langs 2 kanten. Hè. Zeker als het dan de slecht gaat. Je hebt wel een man van 1 miljoen. Hè. Dat is, de ballon van 1 miljoen. Dat zei je, maar dat was dus effectief de man van 1 miljoen. Was bijna dat toen werd wel eens gezegd. Hè, het is wel mooi dat je die hebt kunnen omdraaien in Lionel. Ja, toch? Op papier was dat dus een supergoeie ploeg, maar het loopt wel helemaal mis. Maar ik vond dat ook op papier... Allee, op papier... Zo heb ik ook de gesprekken gehad in het middenveld met mij, met Rits, Elmes Saoudi en ik dan... Waar ik nog altijd volledig achter sta, eigenlijk wat geweldig was geweest. Dat is ook gewoon een goed middenveld, sorry. Dat was echt goed geweest, maar er zijn toch wel wat blessures geweest met vooral Elmes Saoudi toen, die eigenlijk op dat moment de meest defensieve was van ons. De 6, ja. En nu speelt Rits op de 6 en speelt Elmes Saoudi op 10 meer. Maar die is toen veel gekwetst geweest, Elmes Saoudi, terwijl dat was echt een goede speler. En daardoor is dat de balans een beetje weggevallen in ons middenveld. Want Rits en ik hebben toen vaak langs elkaar staan, maar wij zijn een beetje dezelfde vergelijkbare types. Niet echt krachtpatsers en niet echt de brekers. Zoals we nu Van Dammen hebben, dat was er niet slecht achter geweest, ook niet. Maar, Zet de Witte was er nog wel, maar die stond vaak die stond van achter. Meer van achter. Maar Elmes Saoudi speelt echt top bij Groningen. Hij is een van de beste bij KV Mechelen en Rits is ongelooflijk belangrijk bij Club Brugge. Ja. Dus ja, en we hadden met Bandé een talent dat ineens ontplofte. Was dat was toen wel niet op voorhand. Dat wisten we niet. Maar en is hij in januari vertrokken? Nee. Dus eind van het seizoen vertrokken. Of getekend, maar wel nog het seizoen afgemaakt. Zoiets. Maar die heeft nog in de allerlaatste match gescoord tegen Beveren. Dus dat is een seizoen dat je KV Mechelen als technisch directie aan het begin van het seizoen niet kwalijk kan nemen. Want dat had niemand verwacht, dat die ploeg in degradatiegevaar ging komen. Dat is echt ongelooflijk. Nee, want daar heb je wel altijd... Die laatste speler is dan de fameuze match waar Eupen plots 4 goals maakt. Ja. Maar eigenlijk mocht je nooit... Mag het daar al niet meer op aankomen, hè? Nee. Tuurlijk niet. Dat was... Maar was dat dan wel in de kleedkamer? Ik denk dat heel België op dat moment daar aan het kijken was en voelde... Dit klopt niet. Hier is mee gesjoemeld. Hadden jullie dat gevoel dan ook? Maar wij stonden 2-0 voor, denk ik, op dat moment. En
Van Wijk stond, was toen de trainer en riep nog langs de kant. Ja, daar is nog 0-0. Voilà. Het ziet er goed uit. ik begon een beetje, fijn. En dan ineens... Boom. Ineens 5 minuten later. Op 20 minuten, op 16 minuten tijd maken ze 4 gewoon. Ja, ineens 5 minuten later, 2-0. En dan nog eens 5 minuten later, 4-0. Ja, dat was... Maar dan liet toch iedereen in de kleedkamer... Ja. Allee, en zelfs als het niet geregeld zou geweest zijn, zou je denken, dit kwaad. Is geregeld. Allee, ja, frustrerend voor ja, dat was frustrerend natuurlijk. Hè. Ineens op zo'n kwartier van het einde staat daar nog 0-0 en ineens is het 4-0 en ligt je in tweede klas. Maar jij bent wel een van de eerste, is mij verteld, binnen de 24 uur die gezegd heeft, ik blijf. Binnen de 24 uur is snel, denk ik, maar was de dag wel, nadien is mij gezegd. Dus. Was, ik weet het niet meer juist, maar het was wel redelijk snel dat ik een goed gesprek had gehad met Stefan van Roy was toen. Toen nog, ja. En Olivier Somers ook toen nog. Dat die zeiden direct van, ja, we willen echt dat jij blijft en we willen direct terug promoveren. En voor mij was dat toen een heel slecht seizoen. En op die manier wou ik niet graag weggaan in Mechelen. Dat was niet waarvoor ik gekomen was. En zo wou ik zeker niet vertrekken. Snap ik ook wel als je zo net van Gent komt en dan wel speelt bij Mechelen. Maar... Kozemans weg, dus, Rits weg, Bandé weg. Ja, jij blijft. Ja, voilà. En ze hebben toen ook in dat gesprek gezegd, we willen direct terug promoveren en we gaan echt investeren om andere spelers te halen en we gaan echt vol ervoor. En ik had toen ook wel zoiets een beetje van, ik heb al eens kampioen gespeeld in tweede en dat was fantastisch eigenlijk dat jaar, als je zo kampioen wordt, ook al is dat in tweede klasse. Dus ik dacht ook van, één, ik kan hier zo niet vertrekken en twee, moest dat hier ook lukken, dat zou geweldig zijn met zoveel supporters. Dus, ik vind het wel een gedurfde keuze. Ik ook. Want op zich ben je dan nog altijd het grote talent waar Gent heel hard in geïnvesteerd heeft. Dus, waar Mechelen heel hard in geïnvesteerd heeft. Ja, je bent altijd heel jong. Je hebt al wat bewezen. Ja, maar goed. De stap naar tweede klasse zitten, het kan ook zijn dat je niet meer terugkomt als het heel slecht gaat. Dat had gekund, ja. Dat vooral had omdat die eerste weken of matchen in tweede klasse... Dat was nog erg. Ja, maar dan begint je toch te denken van... Waar ben ik aan begonnen? Daar ben ik aan begonnen met Dennis van Wijk. Het liep niet, hè? Wij hadden goede... Toen dat Dennis is gekomen, eind van het seizoen, in eerste nog. Toen hadden we wel nog redelijk goed gevoetbald. En, veel punten gepakt. Veel punten gehaald nog en wel een fijne connectie. Het leek alsof het ging lukken, echt, hè? Ja. Ja. Want toen, op het einde was er ook nog... We hebben op Standaard nog gespeeld, waar we eigenlijk... Die rode kaart had moeten gegeven worden. sorry. Dat zijn die momenten die pijn doen, hè. Ja, dat snap ik. Er zijn er nog, hè. Ja, er zijn er veel. De gemiste penalty van Rits. De gemiste penalty van Rits tegen Charleroi, bijvoorbeeld. Maar ook zo, vooral die 4 golen van Huub. Uiteraard. Nee, maar met Dennis van Wijk... Je kunt achteraf misschien wel zeggen, is het eerder een coach om inderdaad in eerste klasse onderin te spelen dan in tweede bovenin. Maar ja, die analyse kun je achteraf maken. Maar die had goed gedaan eigenlijk met ons. Hè? En wij hadden daar ook eigenlijk een goede band mee. En het zou raar zijn geweest als je dan die samenwerking zou verbroken hebben als KV Mechelen. Ja, het is dat vooral omdat hij echt wel... omdat we toen echt, wanneer hij was gekomen, in een slechte spiraal zat, echt helemaal naar onder gingen. En hij heeft toch ons nog... Bijna gered eigenlijk. En dan heeft het bestuur ook gezegd van, we gaan verder met hem. Maar niet lang. Maar niet lang, nee. Dat is niet, maar wel niet een sterke duur. Ploeg samengesteld, hè. Ja. Toch ook. Het is daar ook vooral wat ik zeg, waarom ik ook wou blijven. Omdat het bestuur toen echt heeft gezegd van, we gaan echt vol voor de promotie. Namen halen, spelers met ervaring. Wie dan die, allemaal? Hoe Kaya? Gekomen. Kaya is gekomen. Kaya. Eerst Berrier. Van Damme natuurlijk. Maar die was pas achteraf gekomen. Swinkels. Wat bedoelt je achteraf in januari? Ze hebben die een contract aangeboden later in het seizoen na x aantal wedstrijden. En dat was ook een goede zet achteraf. Verrips is gekomen. Castro, Storm. Engval, Storm. De Camargo, dat was natuurlijk ook Kaya. De Camargo. Dat was bijna een hele nieuwe ploeg dat toen gehaald. Wat ook nodig was, want iedereen was weg, hè? Ja, maar wel ook een heel dure ploeg. Dus het was wel van de moeders. Dat voel je ook in de kleedkamer. Dat maakt het misschien nog moeilijker als het dan niet draait. Dat was denk ik ook een beetje voor Van Wijk op dat moment. Er was veel druk. Zeker die eerste match verlies gedaan en dan was het direct... was veel stress en veel...
heel veel te doen. Een camera constant op ons. Ja, ik wil dat zeggen. Dat is een documentaire. Ja. Dus die eerste weken, dat was... Is er dan iemand die al denkt van, ik ga zeggen dat ze hiermee moeten stoppen? Bij het bestuur aankloppen, stop dan maar. Want, Nee, maar in het begin hadden ze wel gevraagd, zijn er problemen of... vinden jullie het erg of zo? Maar allee, wij hadden daar niks aan te zeggen, maar de trainer van Wijk, die... Want dat is wat Sunderland heeft voor gehad, hè? Met dat jaar van hun docu. Dat heb ik die net gezakt waren, dat die normaal niet moesten opgaan, dat die terugzakken in dat jaar dat ze niet volgen. Maar dat is nog erger. Maar Van Wijk is ook wel een trainer die wel hard kan zijn, hè? Naar spelers toe echt. En alleen in het algemeen, dus die moest zich soms wel met de camera toen wel eens inhouden. Hè. Het seizoen ervoor in eerste ging die volle bak, maar dan als de camera... Ja, dat werkt niet als je dat moet faken. Nee, hij is ook niet echt de persoon om te faken. Dat is daar recht in de zee. Maar wel, wel goed mee gelachen eigenlijk. Nog, goed mee gelachen. Ja, het was een moeilijke periode, maar toch nog goed mee gelachen. Maar dan komt Franke. Ja, de Messias. Goh, achteraf wel, ja. Ja, achteraf. Dat is Evert zijn god, hè. Ja, maar ja, een trainer die komt, die u brengt naar kampioen. En dan ook nog eens de beker. Misschien nog belangrijker, de tweede in de geschiedenis. Dat maar. Volledige parcours, dat is onwaarschijnlijk wat die gast gepresteerd heeft. Die komt daar binnen in een, ja, in een zeer moeilijke positie, met heel veel druk erop. Had eigenlijk heel weinig ervaring, zeker op dat niveau eigenlijk niks. Hè, want het was T2 bij Kortrijk. Hè. Het was een gedurfde zet. Mm-hmm. Dus ik, en daarvoor bij Lommel. Bij Lommel. En dan ja, met Tessenderlo natuurlijk heel veel gewonnen, maar dan praten we over Tessenderlo. Hè. Mm-hmm. We praten niet over eerste klasse. Over KV Mechelen. Dus nee, het is ook een Limburger. Hij is ook van de buren van Sint-Truiden. Dus je had direct een klik, neem ik aan. Ja... niet dat we elkaar kenden echt persoonlijk, maar natuurlijk zorgt dat wel een beetje voor een klik. In het begin hebben we ook direct een gesprek gehad en hij had direct duidelijke ideeën. En zo wil ik het voetballend, terwijl we in het begin bij Van Wijk misschien iets meer met twee grote spitsen spelen, met wat meer direct voetbal, snel met Cornet naar voren, nog. Met Cornet, lange ballen en veel in de box. Daar was ik geen fan van. Van, ja, dat was Engels voetbal. Ja, een beetje Engels voetbal. De Franken is dan gekomen en heeft direct gezegd voetballend. En eigenlijk heeft hij toen enkele positiewissels gedaan die direct hebben gerendeerd. Direct in die match dat hij de wissels deed toen tegen Westerlo, is dat direct ineens losgelopen. 4-4 goals gemaakt, denk ik zelfs, direct die match. Nee, toen 2-0 of 2-0. 4-0, ik weet niet. Ja, hij liet Engvall en Storm... Hij overdrijft graag als het over KV Mechelen gaat. Het zal wel 2-0 geweest zijn. Doe er altijd een goaltjes bij, maar het was vooral de spelers aan de bal laten komen die het verschil kunnen maken, gelijk naar Storm en Engvall. Daarin heeft Franke wel echt... een beslissing gemaakt, vind ik. En vooral ook Kaya, die ervoor op 10 stond, echt. Waar het moeilijk was, omdat veel... Allee, de andere ploegen... Ja, dubbele zes. Speelde, echt op de zes. En hij heeft Kaya van de zijkant laten komen, waar die vrij mocht kiezen, waar dat die ging lopen. Wat veel moeilijker te verdedigen was voor andere ploegen. Dat was toch wel een belangrijke zet, ja. Een vraag van Niels van Oosterwijk. Wat was het mooiste moment? Die promotie of die bekerwinst? Moeilijke keuze. Het is dicht bij elkaar, hè? Heel dicht. Die promotie, laatste minuut, dat was onwerkelijk eigenlijk. Hè? Die laatste minuut. Maar wie had dat nog toe? Kunnen bedenken in die laatste minuut? Ik werd gewisseld, 87ste of 86. Ik zeg, het is over. Alles naar, alles naar de kloten. Maar als jij gewisseld wordt, is het gedaan. Ja, dan is het helemaal gedaan. En nu gaat het zeker niet meer lukken. Maar dan in die extra tijd, dat was... ook omdat je daar een heel jaar echt voor knokt. En dat met dat veel moest, druk toch echt het doel is om te behalen. Want je weet ook, nog een jaar in B, dat is... Dat is al zwaar. Dat zou dodelijk geweest zijn. Dat is bijna dodelijk voor de club, denk ik. En dan het is nog ook net, een jaar waar al Beerschot. Die dingen gebeurd zijn. Inderdaad. Ook al maar spelen jullie toen, want dat weet ik niet meer goed. Want daarna heeft Bas eigenlijk beslist dat jullie mochten opgaan. Spelen jullie toen die match al... Nee. Spelen jullie toen die match al onder voorbehoud van dat kan nog allemaal? Of? Er werd toen al van uitgegaan dat we sterk in onze schoenen stonden. 100% zekerheid was er. Was niet, dat niet met Beerschot? Was die match dat voor die match de champagne al vloeide? Francis Franke ging op de cover staan met een glas champagne. En dat heeft binnen de spelersgroep natuurlijk gezorgd voor nog extra motivatie. Beter motiveren.
Maar moeilijk, denk ik. Die druk wordt ook rap vergeten, hè, want dat hele seizoen komt die druk van propere handen, waar die spelersgroep niks mee te maken heeft, wel erbovenop, bovenop een Franke, bovenop die spelers. Dus dat is echt straf dat je daarin toch nog die prestaties neerzet, in die finale terechtkomt, dat je dat allemaal meemaakt. Allee, Maliwa is een club die bijna houdt van het zelfdestructieve. Hè? Dat is die emoties die daarbij komen, die rollercoaster. Poëzie gewoon. Ja, maar alsof dat wij daar... Ja, dat is een soort van drugs. We zijn verslaafd aan die adrenaline. En dat seizoen had dat allemaal. Dus dat is iets... Als ik aan die goal van Temon denk, dan gaat mijn haar recht staan. Dat is echt... Dat is een moment. Dat is waanzin. Dat is, wat er toen in dat stadion gebeurde. Dat dan maakt dat gekker. Ja, net, voordat je het jaar daarna pakt. Ja. Ja. Nee, ongelooflijk. Dat is ook mooi, maar niet zo mooi. Maar dan ook dat het op dat moment in die promotiefinale, die er eigenlijk bijna niet was geweest, omdat wij de laatste dag van tegen Lommel was het in Beerschot. Beerschot moest in Leuven en zij wonnen niet. Achter, en wij stonden voor, alleen 0-1. Ja. En moesten het eigenlijk gewoon uitspelen en het was over geweest. En in de laatste 3 minuten nog zo in een lange bal, een vrije trap. En dat is wat je even bedoelt, hè? Die kopt hem binnen. Ja. En dat was meant to be om dat moment... De zelfpijniging. Ja. Om dat toch nog op die match te laten aankomen. Hey, maar je moet als speel met het lot. Kunnen zijn. Met het lot. Je had de eerste ploeg kunnen zijn die... De eerste en de tweede periode. Had ook moeten gebeuren. Maar had eigenlijk moeten gebeuren, ja, zeker. Komt van toen die haat tussen Mechelen en Beerschot? Bij de fans, ja. Bij de fans, dat is niet historisch. Of... Nee, ik vind dat ook... Je merkt dat op Twitter, omdat ik dan over Maliwa tweet, zijn er direct heel veel Beerschotters dat daar keer op reageren. Maar natuurlijk, dat mag, en met wat banter over keukens en over omkoping. Ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar uiteindelijk zijn die clubs heel gelijkaardig. Qua aard, qua volksgevoel, qua emoties, qua degraderen, terugstijgen. En qua perceptie groter dan de clubs eigenlijk zijn. Ja, en de fans die een heel belangrijke rol spelen bij beide clubs. Dus ik wil niet dat dat haat is. Ik wil dat dat een leuke rivaliteit is. Ja. En ik wil dat die haat die moet eruit, want dat gaat te ver. Maar want dat is ook gewoon echt dat seizoen met zo fel tegen elkaar. Een echt felle titelstrijd ook. Hè. Allee, heel die waren met voorsprong de twee beste ploegen, toch? Ja, Union was thans niet zo Union ver achter. Union met Touw en Selemani. Juist, een heel goede ploeg. Een beker. Dat was wel een heel goede ploeg ook. Maar ook Stijn Vreven had dan een fietje gehad met Wouter Franken op een persconferentie. Die voorzitter dat met die, dat komt dat hier eens zeggen? Of amateur, zijn, amateur riep die. Ja, maar, kijk, dat zijn allemaal dat dingen. Dat werd veel heen en weer in de media en in de dingen natuurlijk. Ik herinner me nog Alexander Maas die over Joachim van Damme zei dat een soort beenhouwer was. Voilà. Ja, oké. Okay. De pers heeft het ook heel goed gespeeld door de juiste quotes te ontlokken. Maar ik vind van Antwerpen. Die matjes zijn... Ja, Gazet van Antwerpen, ja, zeker. Dat is voor hun twee belangrijkste clubs. Maar geweldig. Die rivaliteit moet er zeker zijn. En ik kan daarvan genieten. Want de matchen tegen Beerschot worden zo wel veel interessanter. Hè? Je voelt het ook dit jaar in de week voor zo'n match. Er is veel meer om te doen. Dus dat is plezant. Na de match ook. Ja, na de offside goal of niet offside goal. Er gebeurt altijd van alles. Dat is heel goed. Maar die haat moet stoppen. Die moet eruit. Die fans moeten snappen dat ze eigenlijk in dezelfde situatie zitten. Een vraag van Dieter Peters. Hoe beïnvloedt Joachim van Damme uw spel? Joachim van Damme? nu verwacht ik wel iets. Nu moet ik opletten wat ik zeg, want nee, Van Damme, sinds het moment dat hij gekomen is, is eigenlijk in 3 jaar tijd direct de klikker gekomen die ik ervoor niet had met iemand op middenveld in Mechelen. En dat is toch wel belangrijk als je op middenveld speelt, met wie dat er rond je staat, dat je een klik hebt, dat je elkaar aanvult en echt een goede klik hebt. Dat je, en met Van Damme had ik dat eigenlijk direct. Ik kan voetballen, maar die kan vooral ook koppen en ballen afpakken. Durft fouten maken, maar is vooral een goede speler die goed past bij mij, waardoor we echt wel complementair zijn. En die het mij vooral gemakkelijker maakt om te voetballen en mijn spel te spelen. Wat soms wel vergeten wordt, is dat Van Damme ook wel een hele goede pas heeft.
waardoor dat Rob niet zo vaak niet meer de bal te laag moet gaan halen. Je kan erop rekenen dat Joachim hem ook dieper krijgt ingespeeld, waardoor jij veel meer in de 16 kan komen. Zeker nu, dit seizoen en vorig seizoen ook al, kan ik veel meer hoger spelen, terwijl ik vaak ervoor laag speelde. En zoals ik daar straks zei, als hadden we Van Damme gehad in het seizoen met mij en Rits, dan was dat perfect, of met mij en Ahmed. Dat was perfect gegaan. Zo iemand is gewoon belangrijk voor het evenwicht in een elftal. Die heeft het postuur ook om dat te dragen. En ook de mond om dat te dragen. Dus, ja, maar die kopkracht ook. Hè? Want ik bedoel, elke lange bal of uittrap. Of als je zo iemand hebt die meer kopduels wint dan dat hij er verliest. Dat zorgt altijd wel ontlasting van de druk. Hè? Dus zo middenveld. Als je constant onder... Allee, die duels niet kunt pakken, blijf je de hele tijd onder druk staan. En ja, dat is... Maar verstaat je hem? Ja, het zijn toch twee verschillende dialecten. Bevers? Ja, dat is iets heel speciaals. Na enkele jaren begin ik het wel te kennen en soms ook zo wat woorden. En hoe noemt hij u dat? Want hij heeft ook voor iedereen zo'n naam, hè? Gewoon Robbie, zegt hem. Robbie, oké, zo van. Dat is nog... Het is wel Lionelle. Ja, Lionelle. Zegt hem dan morgen eens in de kleedkamer. Ik denk wel dat hij ermee kan lachen. En die kan bij veel lachen. Het seizoen was wel weer aardig in het begin, hè? Oh. Ik herinner mij heel hard werken. Vaak ook wel niet beloond geweest. Dus daar heel hard werken, maar ook goed voetbal wel. Maar vooral dat... vaak niet beloond geweest, vaak punten verloren. Zoals vooral een thuismatch tegen Beren, tegen Cercle Brugge, tegen... Kortrijk, Oostende. Rode kaarten, Oostende in de laatste minuut. Rode kaarten, ongoals. Het was een beetje alles te samen weer. Maar er stond wel altijd, vond ik... de ploeg stond er wel altijd. En het voetbal was daar, de kansen waren er. Maar er gebeurde altijd zo wel... iets kleins waardoor we uiteindelijk verloren. Ja, dat was het probleem. Je werd zeker nooit van de mat gespeeld. Nee, in tegendeel. Maar op een gegeven moment wel laatste of voorlaatste of zo. Ja, die eerste match tegen Anderlecht ook speelden we echt goed. Beter als Anderlecht. 2-2. Maar individuele fouten. Maar dan staan we 0-2 ineens achter. Individuele fouten. Individuele fouten weer. Dan kunnen we gelukkig nog gelijk maken. Maar dat was een beetje... Nee, maar als die match 80 minuten had geduurd. Ja, maar dat klassement na 80 minuten, dat kennen we al. Dat was een grapje, hè. Ah, okay. Maar ja, dan hebben we... Mooi dat ik dat moet uitleggen. Dat is mooi. Maar je hebt wel nu een paar mensen die echt in vorm zijn geweest, hè? De afgelopen maanden. Hermans, herinner ik mij, heeft een zotte periode gehad. Walsh ook, jij Schvet, nu. Schvet kwam mee uit niets. Is ook... Mrapti speelt ook echt een heel sterk seizoen. Zit er dan een toptrainer in die Franken? Ik heb die discussie wel vaker. Hè. Ik werk ook voor Extra Time en daar werp ik het ook altijd op. Van jongens, is het toch niet eens tijd om Franken daar te gaan zitten waar hij misschien thuis hoort, namelijk bij de beste trainers van België? Hij heeft ook dit weekend wel mooi gesproken over Franken. Op de persconferentie of zo heeft hij gezegd, of voor de match, dat Franken eigenlijk wel meer aandacht verdient omwille van de prestaties die hij levert met ons. Ja. Hè. Als je kijkt, vorig jaar zesde geëindigd, natuurlijk op één match van het einde. Dit jaar zijn we nu ook opnieuw in de race. De beker gewonnen, kampioen en tweede. Dat zijn natuurlijk wel mooie prestaties. Ja, dat is heel straf. En ook uit een mindere periode het kunnen omkeren dat er plots wel resultaten komen. Ook individuele spelers beter maken, wat heel belangrijk is, vind ik, bij een kleinere ploeg. Caboret en Franks zijn de levensader van KV Mechelen door ze te verkopen. Maar er is wel een trainer nodig die die gasten beter maakt. Dus dat doet hij. Mrapti komt nieuw in de ploeg. Goed, Walsh maakt hij duidelijk beter. Die speelt op zijn beste niveau ooit. Dus ook dat heeft hij. Dus hij kan spelers triggeren, beter maken. Ja, het is ook mooi van de club dat ze in deze moeilijke periode in het begin echt nooit getwijfeld hebben aan de trainer. Ja, dat klopt. Laten gaan en uiteindelijk... Allee, zegt hij ook altijd van, ja, uiteindelijk, wij speelden goed, de structuur was goed, alles was goed, er waren enkele kleine fouten en de kansen zijn er altijd geweest en dat kan dat niet blijven mislopen, dus dat is ook zo uiteindelijk gebleken. Maar dat is wel de grote vrees natuurlijk, we kunnen hem heel hard ophemelen, maar er komt dan wel een moment dat er clubs gaan geïnteresseerd geraken en ja, dan wordt het moeilijk voor KV Mechelen. Stel je voor dat John van den Brom het niet terug op de rails krijgt bij Genk? Ja, bijvoorbeeld, Racing Genk wordt direct genoemd, hè, omdat Franke daar natuurlijk een geschiedenis heeft. Wat ik
ik gun het, ik zou het hem ook gunnen, een kans aan de top. Ik gun het iedereen die bij KV Mechelen goed presteert, maar het zal heel moeilijk zijn om een nieuwe Frankie te vinden. Maar mag jij Schoofs dan meepakken? Het lijkt me logisch dat een coach daar dan aan denkt, als je dat niveau nu ziet van Rob. Dus dat is natuurlijk weer in de toekomst praten. Maar ja, als en je daar mocht je niet van tonen. Nee, maar dat, als dat je dit niveau volhoudt, komt er sowieso weer interesse. Dat is logisch. Ik had een leuke vraag waar je wel op mocht antwoorden. Allee, denk ik. Hendrik Pans, wat is uw favoriete café in Mechelen? Ah. Oei. Maar echt op café ben ik niet zo heel veel geweest. Enkel nochtans, na de ik heb die vraag twee of drie keer. Af en toe zie ik u wel zitten. Ja, en de dingen. Het is een lookalike. Dat is vooral in de lookalike. Na de bekerfinale, toen hebben we eerst een feestje gehad in het stadion. Hè, met het spaghetti-incident. Ja, maar dat moet je misschien nog wel eens toelichten. Het befaamde spaghetti-incident. Dus het was feest in het stadion. Eerst op de markt, dan in het stadion. En dan boven nog in de zalen. En het was redelijk laat al. En er was niet meer zo heel veel volk aanwezig. En we hadden al redelijk wat gedronken. En Van Damme, Joachim en ik belanden in de keuken. In de keuken die mooi was, ik weet niet hoe, maar nieuwe keuken, we stonden in de keuken ineens. En die was mooi opgeruimd, alles was proper daar. Er stonden gewoon nog twee potten op het vuur. En ik kreeg het idee om daar eens in te kijken. En ik zag ene pot met spaghetti saus en een grote ketel echt. En ene pot met rijst gewoon. En een beetje te veel alcohol in mijn bloed natuurlijk. En ik pak die met rijst. Ik zeg, ik ga niet die spaghetti saus, want dat is erover. Dus ik pak die met rijst. En ik zeg, hey, wacht, kijk hier eens op. En ik gooi die pot rijst in zijn gezicht. Natuurlijk, ja, ik had het eigenlijk moeten weten. Maar op dat moment pakt hij die grote kastrol spaghetti saus. En loopt hij daar achter mij aan. En dat was een schoon witte keuken, allemaal mooi opgeruimd. Achter mij aan het lopen. En natuurlijk, vol met die spaghetti saus over heel mijn hoofd, over heel die keuken, vol. En dat was even lachen, tot wij ineens keken naar die keuken en dachten, oei, dat is hier wel heel vuil en zo was proper. En wij kijken naar elkaar en we zeggen, ja, wat nu? En wij beginnen daar wat dingen te zoeken om dat op te kuisen. Maar op die witte muur, die spaghetti saus, dat was niet, en dat was veel, dat was niet zo makkelijk. En op dat moment komt daar mensen die er werkten, garçons en zo, komen eraf. En Claudia, die de catering doet. En wij stonden er allemaal wat te lachen, maar kind, die konden er niet mee lachen. En dan zijn die eigenlijk zelfs heel kwaad geweest op dat moment. En zeiden wij van, ja, maar wij gaan hier allemaal opkuisen. Nee, maak dat er buiten zijn. Ja, maar wij kuisen daar, wij zullen daar echt op. Ja, maar je werd wel weer zat. Ja, we kuisen dat wel op. Nee, maak daar een buitenzet. En dan is Gert van Dijk. En de trainer is toen nog ertussen gekomen. Lobbyen. Die is toen nog kwaad geworden eigenlijk op Claudia. Omdat die zo kwaad op ons was. Maar wat eigenlijk een beetje te begrijpen was. Een beetje. Maar ja, toen was het feest abrupt gedaan eigenlijk. En toen zijn we mij naar huis vertrokken. En Van Damme die ging met zijn maten. Die zei, ja, kom, we gaan naar een café in Bever. Ik zeg, ja, maar dat is wel ver uit de buurt. Ik woon hier maar 500 meter verder. En dan ben ik alleen te voet naar huis gegaan. En toen kwam ik in het centrum op de Veemarkt nog café. Danekeef denk ik tegen. En daar was nog wel. Dus ik dacht, ja, ik ga nog eens even zien daar. Ik was alleen. En ja, nog vol een bak feest. En heel wat supporters aan het drinken allemaal. Voilà. En dus ik kwam er binnen en die zeggen, wat heb jij allemaal gedaan? En, ja, ik had daar niet meer aan gedacht. En ik ging helemaal vol spaghetti saus nog. Ik zeg, ah ja, spaghetti saus over mij. Van Damme heeft daar ook mee gegooid. En dan daar nog even blijven plakken. En dan kwam ik thuis en direct die douchen natuurlijk. Hè. Ik zeg, ja, ik kan zo moeilijk in bed naast mijn vriendin gaan liggen. En zij zegt, wat zit je nu nog te douchen? Ik zeg, ja, spaghetti saus over mij. Oh, spaghetti saus. Ik zeg, ja, ik zal het morgen wel zijn. En dan, We hebben de beker gewonnen. Maar hij zegt, er was niet zoveel volk meer, maar er zijn filmpjes en video's en foto's van dat incident. Dus er was best nog wel veel. Ja, ik denk nog wel wat volk, maar het was al later op de avond. Dus, en hoe hebben jullie dat dan uiteindelijk nog geregeld? Hebben jullie die opkuis betaald of zo? Nee, eigenlijk niet. Die garçons hebben zelf, denk ik, op dat moment nog alles opgekuist. Maar dan achteraf hebben wij ons, ben ik bloemen gaan kopen en ons verontschuldigd voor ons misplaatst gedrag. Ik heb wel nog een ander bad boy Schoofs verhaal gehoord. Oké, nog één. Ja,
Dennis Praat had ik het over dat jij ging komen. Ja. En hij zei, ja, jullie hebben zo een bepaalde periode onder Walem het imago gekregen, of door één incident eigenlijk, dat jullie de bad boys van de ploeg waren. Dennis Praat en ik, de twee... De twee ik zou zeggen, op papier misschien de braafste van de kern. Maar. Ik denk het wel, maar we speelden samen met de Belgische beloften en we waren in, ik weet niet meer waar het was, in Montenegro, denk ik. Want we speelden tegen die speler van Standaard in Eupen, is die flankspeler, Montenegro. Boljevic. Nee. En we waren daar en... Dennis en ik lagen op dezelfde kamer en ineens, ik weet niet meer hoe het kwam, maar hadden we de bus gemist naar de training. En wij aan het bellen naar andere spelers en zo, we zijn te laat en kun je niet omdraaien, maar wel hem zijn nee, door. Niet omdraaien bij Dennis praten. En, Dennis zei dat er gewoon miscommunicatie was. Ja, 7 uur dat dan 17 uur was. Altijd excuses. Dus, dat is toch raar dat die een bus... Ja, die wou niet omdraaien. Toen hebben ze ons met een materiaalbusje of zo moeten komen halen naar de training. Dan natuurlijk de dag erna verloren daar 3 of 4-0 met 2 of 3 goals van Boljevic tegen Montenegro. Ja, jullie de zondeboek. Ja, wij de zondeboek. Dat was dan een aardige ploeg. Dat was met Dennis Praat, met Bogonda, met Charlie Muchsonda. Tielemans ook, denk ik. Dus dat was wel een redelijk... Toch niet slecht. Het was een redelijk blamage om daar onderuit te gaan. En dan is dat hier nog wel in de pers nog wel het een en het ander toen over geschreven. Dat is toch schitterend. Sommige spelers... Belofte hebben twee bad boys praten schoofs. Ja. Evert, jij hebt nog een truitje? Dat we mogen weggeven? Ah ja, tuurlijk. Het is KV Mechelen podcast vandaag. Dus ik heb een truitje van KV Mechelen dat we straks nog door Rob gaan laten handtekenen. Er staat wel nummer 25 op. En de naam van mijn productiehuis, die ik laat binnen. Maar ja, kijk, dat is eigenlijk alleen maar een meerwaarde, denk ik. Vind ik dus dat kan gewonnen worden door te pronosticeren op Anderlecht KV Mechelen. De wedstrijd over 10 dagen, hoeveel dat de einduitslag zal worden. Dus dat moet gereageerd worden onder de YouTube-video op het PlaySports-kanaal. Hetzelfde pronostiekje? 0-3. Dat is wel heel optimistisch, Evert. Ik geloof erin. 1-2. Oké, dan zal ik 2-0 zeggen. Of 2-1. Ja, geef ons een ere er. Ja, voilà. We hebben ook nog het Koita-shirt, dat hier al 3 weken gewoon naast u ligt. En dat we steeds vergeten te verloten. Abu Koita, fantastische speler van Beveren, weer een geniale assist getrapt op hoekschop. Dus ook gehandtekend. En het potje met name. Ja, heb ik. Voilà. Mag ik eentje trekken? Ja. Kijk, ik ga hier direct een eerste pakken. Oei. Toon van der Meulen. Oké. Toon van der Meulen, stuur ons een berichtje. @mitmitpodcast op Instagram. En dan gaan we daar regelen dat dat Koita-shirt tot bij u komt. Lionel, dikke merci. Heel fijn. Ja, vond je het plezant? Ja, ik vond het plezant. Ja, het was fijn. Mechelen podcast. Dat is altijd plezant. Evert, hebben we onze gast van volgende week al? Ik kan nog wel eens een speler van Mechelen bellen als dat moet. Hè? Nee, dat gaan we nog. Als je wilt, Joachim van Damme, dan gaat het ook wel een toffe podcast. Maar zou die willen komen? Want we wouden je eens vragen, want als gaat hem dat wel doen? Als jij wat reclame maakt over een paar weken. Als jij wilt, dan... Voilà, we regelen dat. Nee, de goede verhalen. Goeie verhalen. We gaan dat doen. Dan horen we eindelijk ook de andere versie. Ja, je hebt het redelijk hard op hem gestoken. Ja. En het verhaal dat ik hoorde, dat was dat jij de pot had laten vallen. Nee. Goed. Aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week.